Yo mensen, tot weer deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de John de Wolf Sparta Mode. En een uh, aflevering waar heel en wat gaat gebeuren. Aan spelers komen, jongere talenten gaan zich aandienen bij Sparta. En we gaan natuurlijk wat wedstrijden spelen. Dus kortom, weer een, rest, weer een aflevering en wedstrijden om van te genieten, dat zeker. Dus ik zou zeggen, ja, kijk gewoon met veel plezier en we gaan het, uh, jullie gaan het zien. Hier zie je, ga ik wat spelers op mijn lijst zetten die bij de, de vrije spelerslijst stonden. Die wel aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor dit Sparta in dit seizoen. We gaan zien of we ook daadwerkelijk een van die spelers kunnen binnenhengelen hier in Rotterdam. Hier gaan we wat toevoegen aan de, aan de, aan de lijst en dan kunnen we altijd kijken hoe en wat. Ja, het is ook prima doelmannen hebben we niet echt nodig eigenlijk. Doelmannen zitten er Daar zitten we goed in. Dus even kijken wat hebben we nu op de lijst. Fit Jim. Die hadden we al een tijdje op de lijst staan. Ik ga besluiten. Ik besluit hem toch om even te onhandelen. Kijken of hij nu ook naar Sparta wil komen. Speelt bij Sevilla. In ruil deal met uh, deze speler. Dat willen ze niet. Ze willen 3,5 miljoen. En dat ga ik gewoon mee akkoord. Dus dan gaan we dus die eerste speler halen. Dat is... Uh, Jim... Die bij Ajax gespeeld heeft, volgens mij. En nu dus uh, terugkomt naar Nederland, naar Sparta Rotterdam. Hij is dus de eerste aankoop in deze aflevering van John de Wolf. Kian Fitz uh, Jim gaat. Ik weet niet of hij is baas, Pasca. gaat gewoon wat spelers halen. Oelofaard, die speelt ook bij Ajax. En ook die gaan we weer in een gelddeal betrekken om te komen. Nou, ze willen 2,5, dus daar ga ik ook eigenlijk mee akkoord. We hebben het geld, dus we kunnen het doen. En we moeten gewoon wat spelers gaan toevoegen aan de selectie. Ouluvar is daar dus ook een van, naast Jim. En ook een transfer of een salarisbedrag wat hij niet kan weigeren. Dat doet hij dan ook niet. Hij is dus nummer 2, die komt een aanval aan de linkerkant. En dan hier komen we bij de jeugdspelers. De spelers uit van de Vrije Markt. is dus een 18-jarige spits. Kandidaat, ga ik mee akkoord. Vijf jaar ga ik mee akkoord. Hij wil een zonder dat doe ik niet. En een salaris die we gewoon kunnen accepteren. Maar ik kan erachter dat het niet zo hoog qua algemeen is. Maar goed, dat maakt niet uit. We kunnen hem altijd uitlenen. En hopen dat hij daardoor wat beter gaat worden. Um, deze speler, Novak. De middenvelder. zeer, zeer goede middenvelder, denk ik. En uh, we gaan hem zeker ook toevoegen. En als hij al 70 rond de 70 algemeen gaat zijn. Dan ga ik hem ook gelijk in de basis zetten. Dominique Novak. voor mij de Poolse middenvelder. En hij is hoeveel algemeen? Hij is uh, 70 algemeen. Hij gaat dus zeker de basisplas krijgen. We gaan ook proberen om uh, deze speler toe te voegen. Deze jeugdtalent. Bij een accepteert hij. Vijf jaar doen we. Accepteert hij ook. Geen som. En salaris prima. Top. En zo gaat het uh, <coughs> ook qua jeugdspelers. Die komen aardig goed. Aardig goede kant op. stalen verdediger. 22-jarige. Zitana verdediger. Kunnen we ook proberen toe te voegen. We hebben natuurlijk wel op sommige punten waar we mensen bij moeten hebben. Dat is zeker ook centraal achterin. Ondanks de toevoegen van Rekiek is deze David Agron ook de volgende in het rijtje achterin die uh, gaat plaatsnemen. Jimenez, Een middenvelder. Salvador Jiménez. Kunnen we ook hem toevoegen dan? Om het uh, cirkelsje helemaal compleet te maken. Salaris die wij zelf mogen invoeren. En dan gaat hij naar akkoord, Zo is hij ook de jeugdspeler die de Plaats gaat nemen. Niet in de selectie. Maar we gaan kijken hoe het allemaal nu gaat staan. De Jong die gaan we uitlenen. Novak gaat daar komen te staan. Unovar komt in plaats van Van Vit Jim komt in plaats van. De andere velder. De middenvelder. Jimnes nemen we mee. Van Mullem gaat er ook uit. Dan doen we De Jong die we voor nu nog even meenemen. Van Krooy wil ik. Nee, Agron wil ik meenemen. En misschien dat we Van Krooy het dan zelfs gaan verkopen. List 11, zoals het nu staat bij Sparta. Boye's lenen we nog even uit. We moeten wat statale afdelingen kwijt. Kiek zet er ook even op de leenlijst. Ondanks dat we hem gekocht hebben. Henderson hebben we dan nog. Uh, Unuvar. We gaan gewoon kijken hoe het uh, tegen uh, Redding wordt. Die we snel simuleren. 1-1. Daarin is hij met zijn doelpunt. de man die ook uh, voor het seizoen belangrijk was. Kijk, uh, de Jong. Nu gaan we door met de sterren van City. Een of horen als dit wat minder. De eerste Eredivisie-wedstrijd tegen de FC Volendam belooft een hele spannende wedstrijd te worden. Daarna hebben wij kwalificaties voor de Champions League. Dat zou er wat zijn zeg, als wij, Sparta, de Champions League inkomen. We hebben de eerste lastige fase. Eerst een getransportbinding op Ida. Toch ook een goede spits voor ons geweest vorig seizoen. Niet zomaar voor een laag bedragje weg. 5,6 is eigenlijk al veel voor hem. 6,5 gaan ze niet meer akkoord. Bremen, hebben... Bremen, nou dan niet. Rekiek uitlening, die gaat uitgelegd worden dus. Oma Rekiek. En uh, de wedstrijd tegen Volendam staat op het punt van beginnen We gaan de hoogtepunten spelen. De eerste eredivisie wedstrijd voor John De Wolf. Dit seizoen met zijn toch wel redelijk nieuw elftal, nieuwe krachten op sommige posities. En Sparta krijgt ook de eerste aanval met de eerste, de eerste nieuwe kracht. Novak hier aan de bal. Die de paas geeft richting Van Dijk. Die uh, speler van eigen jeugd. Van Dijk. Nog steeds uh, bij Sparta gebleven dus voor nu nog. Van Dijk komt dus voorzet. Ja, en dan komt hij voor de voet van Unovaar. Unovaar, maar die krijgt er niet in. Novak. Van Dijk. Van Dijk. En dan is het uh, de handen van de doelman. Dat is de eerste kans voor een uh, nieuwe speler. Maar helaas lukt het hem niet. Want dat is dus de vrije trap nu voor Sparta. Van Dijk met de vrije trap. Gaat kort naar uh, Bruma. Fiets Jim, Fiets Jim En de redding. Dat is de kans op een uh, voorsprong van 1-0. Nu komt Volendam in de tweede helft met een uh, tegenaanval. Lang niks gebeurd. Nu dus een kans voor uh, Volendam. Santos wordt weggestuurd, maar het wordt Bruma die de bal onderschept De aanvoerder van Sparta. 55 minuten. Weer de kans voor Volendam om richting een voorsprong te gaan. Kan Sparta dat voorkomen? Aiting onderscheid door Sambo. Goed gedaan. laatste 10 minuten nu. Komt er een aanval voor Sparta? En nu de counter opzetten. Novak. Novak richting Ida. Ida, die de aanbeveling heeft van Werder Bremen. Maar accepteerde hem niet. Van Dijk. En schiet kans in de handen van de doelman. En zo is de eerste Eredivisie-wet gereindigd in 0-0 tussen de Volendam en Sparta. En gaat Sparta met toch een beetje een raar gevoel naar de eerste knock out fase van de Champions League. Ik ben deze query begonnen natuurlijk om te, in de hoop dat wij ver komen. In de, dat we überhaupt Champions League kunnen halen met Sparta. Gaan dat dan al nu gebeuren? Maar het is knock out en er kan nog van alles gebeuren. En het is ja, een hele. Ja. Toch een lastige tegenstander, Nice spelen we tegen de Franse ploeg en we spelen eerst uit en ja, we gaan zien wat er gaat worden. Kan Sparta voor het eerst hier met John de Wolf op Champions League niveau, kunnen we zo, daadwerkelijk zo ver komen of stranden we al hier en gaan we Europa League doen? En als dat zelfs niet de Conference League, ik weet niet hoe het in elkaar zit, laten we gewoon daar niet van uitgaan. Sparta en John de Wolf gaan alles geven om naar de, door deze ronde heen te komen. Tegen Nice. En we gaan zien of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Spelers dan op het veld. En we gaan zien. Wordt het Sparta in deze wedstrijd? Met toch ook de nieuwe namen op het veld. De versterkingen zijn gehaald. Op jonge krachten bouwt Sparta tot nu toe. Wat redelijk goed uitpakt. We gaan zien wat het wordt. De wedstrijd is begonnen. De eerste kans voor, komt voor Nice. Teles. Druto Ibarra, Nog steeds Teles. Komt de eerste gevaarlijke kans aan voor. Um, Nies, maar de bal wordt goed weggehaald. Tanese nu. En de bal nu voor Ida. Ja, goede paas. Ida. De bal te ver van zijn voeten. En dan is de bal voor de doelman. Shamil. En zo is de minuut 32 nog steeds de 0-0-stand. De brilstand. Unovar. Tanese, Novak. Novak. Goed. Unovar. En de redding en de rebound. Zit er ook niet in. Kans voor Unovar. Maar het blijft 0-0. De hoekschop is er. 35 e minuut. Ibarra. Krijgt hij de bal op zijn hoofd? Nee, de bal komt hier bij Unovar. Unovar, Ibarra. Ibarra, de centraal afdeliger. Ook uit eigen jeugd. komt er aan de voorzet. Die komt er, maar niet bij een medespeler. Komt hij bij Van Dijk. Novak en de redding. De kans weer voor Novak dit keer. Weer de hoeksop voor Sparta. Zo vlak voor dus komt Sparta er meer uit. Ibarra krijgt de bal niet op zijn hoofd. De bal hier voor Tanese, Bal bal blijft voor Sparta. Thanessen. Novak doet het goed. Novak komt er aan een voorzet. Er wordt nog even mee gewacht. Komt dadelijk dan toch kopbal? Oenalfaar, prachtig gedaan. De voorzet was ook prachtig. Maar de afmaking van Unovaar helemaal. En zo mag hij de score openen. De nieuwe kracht bij Sparta. Met een perfect kopbal. En zo schiet hij de eerste Sparta goal in de Champions League. Of kopt hij de eerste Sparta goal in de Champions League? Het doel in. Perfect gedaan. Keeper kansloos. Perfect getimed. 1-0 Sparta. Zo vlak voor rust. Tussen de minuut 62, waar Sparta in de tweede helft weer probeert om op 2-0 te komen. Maar er wordt uh, goed gered. Nu moet Nies eruit zien te komen. 65 e minuut. 1-0 voor Sparta dus. Door een prachtige kopbal van Unovar. Dus even nu het hele weer tikken van Nies. De bal is onderschept, doorspat Ibara Ibarra. Goed, Novak wordt weggestuurd. Novak kan de andere jeugdspelers hier ook laten zien. Novak! Nee, de bal naast. Santiago komt erin. De verdediger voor de aanvoerder, Jeffrey Bruma. En ook nu aanvoerder, dus in, 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 gemaakt is uh, Santiago. En ja, we gaan zien wat het wordt nog voor de rest tegen Nice. Met nog, nog, nog 20 minuten op de klok. Achter de vrijheid de doeltop is genomen. Gustav. hoe is goed verdedigd. Tannese. Komt er lijken een gevaarlijke kans. Novak nu dan wel. Novak nu wel. Nee. Weer niet. Redding weer voor de doelman. Chamiel, John de Wolf zat instructies te geven. Hoe en hoe het gaat. En wat er moet gebeuren. En wat hij niet begrijpt. Als, 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 als de spelers. Wissel. De man die net langs stond te praten. Langs de zijlijn. Wordt er nu ingebracht. Baas naar de kant gehaald. Uiteindelijk dus. Voor ze het komt, maar niet bij een medespeler terecht. Henderson, laatste kwartier. Santiago raakt de bal kwijt. Dat is toch wel uh, wat minder. De fiets, Jim. Zet de druk, maar de bal blijft bij Nies. Het is de uh, laatste 10 minuten. Komt Nies eruit op jacht naar een 1-1. Het is een harde onderschepping. En ook een gevaarlijke. Het uh, blijft bij geel. Daar, daar hebben we Barra geluk bij. Had zomaar een rode kaart kunnen zijn. Het is toch een soort doorgebroken speler, als je het mij vraagt. Maar goed, de vrije trap is voor uh, Nies Telles. Telles. En de vrije trap zit er nog in ook. Het is de 1-1. De laatste 10 minuten schiet uh, Nies de 1-1 binnen. Uit uh, de vrije trap. Perfecte vrije trap. Geen woord over gelogen. En dan moet. Um, ja, dat is ook fout gedaan, zeg. Dan moet de ploeg van John de Wolf richting een uh, voorsprong weer gaan. Maar ja, of het blijft 1-1. En dan moet het op het kasteel. Zien te gebeuren. Santiago, Novak. Novak, goede paas. Dan is het in de handen van de doelman. Je ziet het aankomen. De doelman komt uit zijn doel. En dan is het ook gelijk al zeker dat hij ook daar eindigt. Santiago, de bal weer naar voren gericht. Novak, goed. Novak, Ida. Ida, Ida met zijn kans. En het is 2-1. De voorsprong voor Sparta. En het is Ida die hem maakt. En zo is het weer. Een prettige marge voor uh, John de Wolf en zijn mannen. John de Wolf viert ook het feestje mee. Prachtig gezicht bij de aanhang, bij de spelers van uh, zijn ploeg. En zo is het zo vlak voor tijd: 2-1 Sparta. Maar het kan ook raar lopen, ook in de thuisstad die je sowieso gaat komen. In, op het kasteel kan Sparta natuurlijk ook nog punt, ja, in, de, in de problemen komen. Het kan altijd. Je hebt het nooit voor te zeggen. De extra tijd zit er in ieder geval op. En dat betekent. Nee, nog niet. We krijgen nog een vrije trap. Zou het niet zo zijn dat aan de vrije trap. Hier een voorzet komt, komt en dan het doelpunt. Weghalen nu die bal. Weghalen. Condogbia. En de kans. En de redding. Goede redding van Olij. Die belangrijk is. En dan komt er nog een hoekschop. Keeper mee naar voren. Shamil loopt er ook in het stadsopgebied rond. Wordt het dan Dolberg. Die ook daar nog speelt. Nee, de bal wordt weggehaald. En dan is het klaar, lijkt mij. Ja, het is klaar. En zo wint Sparta met 2-1. Van Nies, deze eerste ontmoeting. Wacht natuurlijk nog de wedstrijd op het kasteel. Maar dit is wel een goed begin. Kambuur is nu de volgende wedstrijd. We gaan, eh, bondscoach, gaan we bondscoach worden van Australië. Nee, we gaan geen bondscoach worden van Australië. Dus die wijzen we af. En we hopen natuurlijk op wat, ja, wat grotere landen. België, en Nederland. We gaan het gewoon meemaken. Kambuur is nu de volgende wedstrijd. Die ga ik eh, snel simuleren. Wat doen wij tegen Kambuur? Met dit Sparta 2-1 gewonnen, zullen dus we onze eerste overwinning te pakken in de Eredivisie. En gaan we nu naar de tweede ontmoeting tegen Nice. Daar belooft een hele spannende wedstrijd te worden. Want we willen natuurlijk uh, ons plaatsen voor de volgende knock out fase in de Champions League. Maar dan moeten we wel hier gewoon minimaal gelijk spelen. Omdat te, omdat gewoon te be Om dat te bewerkstelligen. Dat moet gewoon gebeuren. De, gewoon 1-1-0-0. Maakt niet uit als het maar gelijk blijft. Je moet niet achterkomen. Of, uh, of 1-0 verliezen, nice, want hebben heb je verlenging ja, enzovoort. Jullie weten hoe het gaat. We gaan de hoogtepunten spelen in de hoop dat het goed gaat aflopen, deze hoogtepunten. Want de bal is hier nu voor Nies. De trap komt er niet, want Nies behoudt het balbezit. Moeten we oppassen nu. Bal goed verdedigen uiteindelijk. Nu is het minuut 23, vierde kans voor Nies. Het is wel de ploeg die het meeste natuurlijk nu aan gaat op het kasteel hier tegen Sparta. Verdedigen nu, en dat gebeurt niet. We komen achter, het is 1-0 voor Nies. Half uur gespeeld, komt weer een kans voor Nice. Het is um, tot nu toe een zwarte dag voor um, Sparta. Die hier nu op 2-2 staat tegen Nice. En hier een goede redding van Olai. En weer vlak achteraan weer een kans voor Nice. Het is ongelooflijk. Sparta is tot nu toe niet ba baas in haar eigen stadion. Volgens nog is de Franse ploeg hier heer en meester. En weet John de Wolf niet zijn mannen op te pepperen om um, goed spel te gaan spelen wordt wel goed verdedigd, dat moet ik ze wel nageven. Het is uh, echt vlak elke minuut na elkaar dat er kansen komen voor uh, Nies. En ja, Sparta had tot nu toe eigenlijk helemaal nog niet gezien. Aan de kant van de doelman van, uh, van Nies. Nu krijgt Sparta eigenlijk de voorzet. Zo vlak voor rust kunnen we dan hier wat uitdoen met uh, Jim. Eigenlijk de eerste grote kans voor Sparta. Dat is gewoon geblokt. De tweede helft. komt er nog een kans, begin van de tweede helft. Waar Sparta nu wat meer bid uit te komen. En hopelijk richting een gelijkmaker gaan. Hier met Ida. Ida dan voor de 1-1, jazeker, zo staan we weer voor met 3-2 en deze tand gaan we door naar de volgende knock-out fase. Minuut 61, Sparta weer met een aanval, Sparta lijkt in de tweede helft het licht gezien te hebben en John de Wolf weet zijn man op te pepperen en zo lijkt nu Sparta richting een 2-1 te gaan, naar een 4-2 in totaal, dan heeft ze met de voorzet en Ida met een prachtige, ja prachtige daal, het is 3-1, of 2-1, 4-2 in totaal. Een prachtig toepunt van Ida zorgt ervoor dat Sparta nu op 2-1 voorsprong staat. Hier in eigen stadion. 4-2 in totaal. Ruime voorsprong. Maar Nies komt eruit. En uit die rebound komt geen doelpunt. 82 e minuut. Weer een kans voor Nies. Voor een eventuele 2-2 en een 4-3. Als het buiken optelt. Oppassen nu voor Sparta. Sparta lijkt met 2x2-1 te gaan winnen. Maar... Vraag niet hoe, want de eerste zelf was het er niet aan te zien. Maar er komt nou een vrije trap. En vrije trappen en niets. we weten hoe dat gaat. Het was ook een uitwedstrijd zo, maar Nu gaat hij op de lat. En dan zit het mee en dan is het klaar. En dan wint Sparta weer met 2-1. En dan zijn we door naar de volgende knock-out fase in de Champions League. Dat is toch wat, hè? Doorgaan. Ja, toch twee keer met 2-1 en toch de tweede keer. De eerste zelf had het totaal niet naar uit dat we zouden winnen. Olijna Everton, dat zou ook wat zijn, zeg. Um, wat wou ik trouwens zeggen? Ja, nou, dus twee keer twee. En de volgende wedstrijd, dat is tegen FC Basel. Dat is ook een hele lastige tegenstander. We verliezen met 2-0 van Fortuna. Dat is ook even iets wat ik niet had verwacht. Maar goed, FC Basel. niet FC Basel. Ik zeg, nou, maar goed, ik zeg het helemaal verkeerd. Het is niet FC Basel, Het is uh, Braga, waar we tegen spelen. En die is, uh, gaan we mee doen met de volgende aflevering. Uh, bij die twee spelers gaan we uitlenen. Dat is helemaal top. Uh, maar ja. Bracha Excelsior gaan we krijgen. Volgende aflevering. Dus ik zou zeggen, houdt in de gaten en tot de volgende aflevering. Doei doei!